Cazoo is een theaterwerkplaats voor kinderen, jongeren en volwassenen, waarbij dans en drama en muzieklessen worden gegeven. Tot nu toe is Cazoo alleen nog voor mensen met autisme, ja, die daar binnenvallen, binnen het A6-spectrum. Ja, dansen had ik nog nooit echt gedaan, dus ik vond het wel leuk om te zien dat ik dat ook al kon. Dansen ben ik meer gaan waarderen eigenlijk. We hebben nu dat project dus met Adriaan. En daarvoor vond ik dansen, laat ik het heel zacht zeggen, wat minder. Maar nu ik het veel meer doe, vind ik het wel super leuk eigenlijk. Ik ontdek hele nieuwe kanten van mezelf. We hebben gevraagd aan Adriaan Lutijnis, choreograaf van Introdans, om een stuk voor ons te maken. Andere werkwijze, dus wij hebben een stap naar achteren gedaan en we hebben gevolgd hoe hij werkte met de jongeren. Toen ben ik natuurlijk gaan studeren op het materiaal. Wat is autisme en ook wat zijn de clichés die daarover worden neergelegd. Maar ook hoe medici en de DSM bijvoorbeeld dat klassificeert, waaraan je dat kan zien. En dan schrik ik heel erg. En dan denk ik, nou, voor 9 van de 10 dingen zie ik mezelf hier eigenlijk ook wel. Maar ook heel veel van de dansers hier bij Introdans maken niet zoveel contact, praten niet zoveel, lijken in hun eigen wereld vast te zitten. Zijn alleen maar, kunnen maar over één ding praten, ballet. Zijn super bewegelijk en willen 100 keer dezelfde beweging herhalen. Ze fladderen. Nou goed, zo zijn er heel veel dingen waarvan ik denk, ja, we hebben allemaal wel een beetje last van. Natuurlijk zijn mensen met autisme die daar daadwerkelijk ook wel tegenaan lopen, waarmee hun begrip van de wereld een stuk moeilijker wordt. Maar door ook op speelse manier daarmee om te gaan, ik heb heel veel uit de spelers ook gekregen van Cazoo. We hebben ook heel hard gelachen om een aantal dingen toen we het hadden over hun klassificaties bijvoorbeeld. Die heb ik ook gebruikt en die zie je in de voorstelling ook terug. Type autisme. Onze manier van contact leggen, eigenaardig. We gaan alleen van onszelf uit, vragen dingen voor onszelf, of zijn eindeloos over. Eigen zaakjes bezig. We letten absoluut niet op de gevoelens, behoeften of belangen van anderen. En Act of But Odd gaat over verschillende facetten van het autisme. We krijgen in de voorstelling een soort medicatie, of we snakken naar medicatie, we krijgen hem eigenlijk niet. Maar daar snakken we heel erg naar en ja, iedereen die wil toch wel een beetje normaal zijn en een beetje, die snakt naar de medicatie voor, om zo gewoon mogelijk te zijn. In onze groep heeft één iemand Active But Odd, maar het publiek weet niet wie. En doordat de jongeren zich kwetsbaar opstellen en zichzelf daarin bloot durft te geven, wordt heel erg duidelijk wat autisme kan zijn. In 1979 heeft psychiater Lorna Wing onze groep voor het eerst beschreven. In de literatuur worden wij sindsdien aangeduid als active but odd. Adriaan komt echt van Introdans. Nou, Introdans is natuurlijk de derde grootste dansgezelschap van Nederland. Dus dat is natuurlijk super professioneel. En je merkt wel dat Adriaan strenger is. Ja, hij is wel strenger. En hij heeft wel een bepaald idee in zijn hoofd en dan moet het ook zo. Maar ondertussen, als andere mensen dan weer iets doen, dan komt dat ook wel weer terug of zo, want dan vindt hij dat leuk.
Maar ik spreek ze ook heel stevig aan op hun techniek. Er zit bijvoorbeeld een duet in van twee jongeren. Dat is technisch best ingewikkeld. Er zit ook een danscombinatie in die ze allemaal hetzelfde moeten doen. Waarbij ze ontzettend moeten opletten of ze wel tegelijkertijd met de andere dansers zijn. Maar er zitten ook heel veel stukken in die ze zelf hebben mogen ontwikkelen. En alles bij elkaar is het een geabstraheerde kijk op wat ik denk wat active but odd in je dagelijks leven zou kunnen zijn. Sommigen van ons maken slecht oogcontact. Niet zozeer dat wij oogcontact vermijden, maar meer dat we niet weten op wat voor moment we iemand aan moeten kijken en hoe lang. Meestal kijken we iemand met wie we praten te lang of te strak aan. En er werd ook wel volop concentratie gevraagd. En er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Zodra je de deur binnenkomt, is Adriaan de baas, wordt er niet meer gezeurd en doe je gewoon alles mee. Nou, dat was best lastig in het begin, want dat is natuurlijk wennen, andere werkwijze. Wij komen uit de zorg, Adriaan komt uit de kunst. Het mooie in dit project is wel dat dat elkaar ontmoet en dat het dus werkt. Het verschil in werkwijze is dat Adriaan werkt met een plaatje in zijn hoofd. Hij weet van tevoren al wat hij wil maken en hoe het eruit gaat zien. En daar voegt hij de spelers in. Onze werkwijze, of in ieder geval mijn werkwijze met dans, is dat ik start vanuit de jongeren, het materiaal van de jongeren, en dan kijk wat voor plaatje er gaandeweg uitkomt. Ja, want ik vind vrijheid vind ik fijn, maar de strenge hand van Adriaan vind ik ook wel fijn, want je weet wat je moet doen en hij heeft een visie en die visie gaan we volgen en daar wijken we niet vanaf. En dat vind ik wel goed. Dat vind ik ook wel fijn, want ja, je weet wel wat je moet doen. Ik vind dansen ook wel dus leuker geworden en ik kijk ook de laatste tijd veel meer dansfilms. Dat vind ik ook heel leuk. En ja, ik zit altijd te denken om meer met dansen te gaan doen. Wat ik vooral heel leuk vind is dat iedereen heel erg blij is met zijn eigen stukje. En dat iedereen het ook gewoon echt heel leuk vindt om te doen ofzo. Je ziet, iedereen heeft een beetje zijn eigen momentje. En je ziet echt mensen stralen van op dat moment of zo. Het spannende daaraan is dat Adriaan veel, strenger is niet het goede woord, maar wel meer durft te eisen van onze acteurs. En dat is wel iets waarvan ik denk dat durf ik wel over te nemen. Ik heb nu gezien dat ze het kunnen, dat ze het ook aankunnen. En dat het ook goed is dat je niet altijd over alles maar door blijft discussiëren. Maar dat je soms ook moet doen, dit is het. En als het niet de kwaliteit heeft en ook al vind je het leuk, dan skippen we het gewoon. Dan houdt het op. En wat ik heel bijzonder vond, is dat de veranderingen tot het laatste moment, tot zelfs de middag bij de generalen nog doorgevoerd zijn. Van dit moet net even anders of even zus of even zo. En dat je dan iedereen ziet schakelen en dan het toch oppakt en het kan. En dat vond ik heel mooi om te zien, dat iedereen veel meer kan dan dat we tot nu toe eigenlijk dachten en wisten. Ik ben ook niet bezig met dans als een therapiemiddel met mensen met autisme of wat voor soort mensen dan ook. Voor mij is dans een kunstvorm, dus daar moet het ook naartoe leiden. Wat ze mij, ik werk naar een einddoel toe en de einddoel is een presentatie. Het is een duet of een solo of een hele choreografie. Mens schat. Deze groep vaak te hoog in.